Het moet niet gekker worden, het is afgelopen met de diplomatieke mediahouding van Mark Rutte. Tijdens een tv-wandelingetje met bo-verslaggever Jair Verwerda laat hij even duidelijk blijken wat hij vindt van het huidige tv-landschap. De conclusie, naar op 1 wil hij niet meer vanwege tegenvallende kijkcijfers en met VI is hij ook klaar. Rutte wordt om te beginnen naar zijn mening gevraagd over het relletje rond de uitspraken van Johan Derksen over politicus Hapta Moedhoop. Daar heb ik op gereageerd. Ik vond dat echt heel ongepast, weet je. Hij is vanaf, wat is het, acht weken al vries, dus wat zitten we hier nou te eikelen? Is het een reden om niet meer naar VI te gaan? Joa, weet ik niet. Je moet je ook niet vergissen. Die talkshows, op één en zo, daar kijkt niemand meer naar. Dus je moet toch ook wel, wil je een beetje als politicus. Het zijn nog een paar honderdduizend kijkers, dus dat is voorbij. Je kunt bij vandaag een site veel effectiever je boodschap kwijt dan bij Op 1, puur vanwege het aantal kijkers, legt Rutte uit. Op 1 is tegenwoordig geen factor van belang meer. Dat is niet erg, die formule is uitgewerkt, maar volgens mij moet je je wel realiseren dat naar VI wel meer dan een miljoen mensen per avond naar kijken. Toch heeft Rutte niet meer zo'n zin in VI, ik heb geen plannen, yo. Wat ik jammer vind, aan het eind van de uitzending is het leuk om even met elkaar na te praten, maar ze schieten meteen die auto in en dat vind ik niet sympathiek. Dat is sowieso een reden voor mij, denk ik, om er niet meer heen te gaan. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp zijn heel onsympathiek in het echt, vindt Rutte. Ik vind het wel sympathiek om als je gasten hebt even te blijven hangen, maar ze springen meteen in de auto en zijn weg. Dat vind ik niet sympathiek, nee. Hij besluit: Ik zit er niet op te wachten om op schoot getrokken te worden, maar even een beetje die sympathieke afsluiting. Dat mag toch? De tafelgasten van Bo van Ervedorens reageren verbijsterd. Dat is toch ook iets? Dat hij gewoon zegt: op één kijkt niemand meer naar. Dat vind ik ook nogal iets, zegt Mark marie Huibrechts. Bo, ja, wel hard was dat, zeg. Presentator Edson Da Grasse, niet alleen dat. Maar omdat het veel kijkcijfers heeft, denk je, oh, dan ga ik daar toch zitten, ongeacht wat die mensen daar roepen. En op één kijkt niemand meer naar, dus daar wil ik dan niet gaan zitten. Dat vind ik zo raar. Eigenlijk zou het me niet moeten verbazen, maar hij heeft echt niets te verliezen op dit moment. Bo denkt dat Rutte zich gewoon heel gemakkelijk voelt bij ja hier. Ik denk eerlijk gezegd, ze zijn een beetje een komisch duo met z'n twee. Ik denk dat hij een beetje is doorgeschoten. Mark Marie, ja, hij liet zich gaan, maar vindt het wel. Hij vindt het achteraf wel leuk om met Johan nog even bitterballen te eten. Hij vindt het jammer dat hij meteen weggaat. Dit is een boodschap van VI: ik kom weer, maar dan wil ik wel heel graag op schoot getrokken worden.